Feyenoord sluit het trainingskamp in Zuid-Duitsland en Oostenrijk af met een wedstrijd tegen HSV, uitkomend in de Zweite Bundesliga. Met aanvoerder Steven Berghuis en Ricciano Haps. Eerder deze week konden zij nog geen minuten maken in de wedstrijd tegen Arminia Bielefeld. 2 weken voor de competitie start zagen we dat Feyenoord de beste kansen kreeg. Hier is het Berghuis met een wippertje. Jammer genoeg net niet over die doelman van HSV, Pollersbeck, heen. Goeie aanval van Feyenoord en Berghuis met de kans. En HSV was in die openingsfase wel wat dreigend met wat vrije trappen, maar voor de rest was Feyenoord toch beter. En we zagen ook veel spelers die we waarschijnlijk straks ook in Zwolle gaan zien bij de start van de competitie. Hier Nicolai Jurgensen met de kans naar de voorzet van Steven Berghuis. Maar het centrum werd bijvoorbeeld gevormd door Marco Senesi en Wouter Burger. En omdat Erik Botteging geschorst is, zou dat ook wel eens het duo kunnen zijn dat straks tegen PEC Zwolle achterin de verdediging op orde moeten zien te brengen. Feyenoord is beter in die eerste helft. Met hier ook nog een aardige aanval. Dan komt de bal hier voor de voeten van Linssen. Prachtige steekbal van Steven Berghuis. En hier had de nieuweling toch wel moeten scoren. Goeie redding ook van Julian Pollersbeck. Ricciano Hapstam. Goeie aanval hier. Linssen dan met de bal. Die is niet goed. Maar omdat er goed druk wordt gezet door Kukcu, levert dat toch nog een kans op. Pollersbeck die de bal naar voren trapt. In de voeten van Nicolai Jurgensen. En de Deen schiet de bal via de buitenkant van de paal naast. Ook weer een goede kans voor Feyenoord. Dat in de eerste helft de betere was. In de tweede helft een ander verhaal. 1 wissel bij Feyenoord. Haps is in de kleedkamer achtergebleven en Johnson is hem komen vervangen. Maar met name in dat eerste kwartier na rust was HSV beter. Hier de voorzet en een kans van Terodde. Die kopt hem net naast. Bij HSV geen oud-Spartaan Rick van Drongelen. Hij raakte in de laatste wedstrijd van HSV zwaar geblesseerd. En is voorlopig uit de roulatie. Ook hier komen de Noord-Duitsers weer. Met een paas door het hart van de verdediging van Feyenoord. En dan is het uiteindelijk Manuel Winsheimer die keeper Justin Bijl overschalkt. 1-0. En daar zag dat verdedigingsduo van Feyenoord er niet goed uit. Met Marco Senesi en Wouter Burger. En afloop zei Dick Advocaat ook dat dit nog de momenten zijn waarbij Wouter Burger net wat alerter moet zijn. En hier weer een kans voor HSV en weer voor Manuel Winsheimer. En gelukkig voor Feyenoord kopt hij die bal nog ruim naast. Het is ook het moment dat er veel gewisseld gaat worden. Bij Feyenoord, na een uur spelen, 5 nieuwe spelers erin. Berghuis naar de kant, Kukcu naar de kant, Jurgensen naar de kant. En binnen de lijnen Botteging, maar ook de gepasseerde voor dit duel dan Jens Toornstra. Wouter Burger gaat dan op middenveld spelen. Deze bal is net wat te scherp voor invaller Narsing. Maar Feyenoord probeert in ieder geval ongeslagen te blijven in die voorbereiding en op jacht naar de gelijkmaker te gaan. Jens Toornstra voorzet weer van Narsing. Bozeniek met de kans. En via een van de HSV-spelers gaat die bal over. En zo kreeg Bozeniek in die fase een paar mogelijkheden op de gelijkmaker. Hier Narsing had misschien die bal in 1 keer moeten nemen. Nu kan er nog een verdediger tussen zitten. Weer toch een kans voor Feyenoord om gelijk te komen. Feyenoord had hard getraind. Na de wedstrijd ook direct terugvloog naar Rotterdam. En 4 wedstrijden in een week tegen 4 Duitse clubs. Zorgt ervoor dat in de slotfase, terwijl dit nog een kans is hier voor Bozeniek en Wouter Burger, zagen we in de slotfase toch dat de krachten wat wegvloeiden bij het elftal van Dick Advocaat. Burger zit hier goed tussen. En dan krijgt die bal net niet bij Robert Bozeniek. En dan fluit de scheidsrechter af en verliest Feyenoord. En gaat het dus niet de Heldercup winnen. Het verlies met 1-0 van HSV.